Ik ben Sis en ik ben 10 jaar oud. En mijn favoriete kleding is zomerkleding. Ik ben Sophia, ik ben 10 jaar. En ik hou vooral van veel kleuren in mijn kleren. Ik ben Anne, ik ben 10 jaar. En ik hou superveel van stoere kleding. En vooral ook een beetje donker. Ik ben Bas, ik ben 9 jaar en ik hou wel veel van sweaters. Ik ben Okke, ik ben 10 jaar en ik hou veel van vesten. En wij gaan vertellen wat voor kleren wij in Nederland dragen. We dragen kleren omdat we ze mooi vinden. En sommige mensen dragen ook uniforms, bijvoorbeeld de politie en de brandweer. Omdat ze dan elkaar kunnen herkennen en dan weten ze meteen waar ze heen moeten. En bijvoorbeeld in de winter dragen wij wel warme en dikke jassen en ook gewoon spijkerbroeken en in de zomer alles wel een beetje luchtig. Mijn naam is Fabio, ik ben 14 jaar. Wat type de roupa que você gosta? Quem compra isso pra você? Então, sou eu que sempre compro minhas roupas, mas minha mãe que me dá o dinheiro para comprar. E eu compro as roupas que eu gosto. Eu experimento, se eu gostar eu compro, se não gostar não compro. A roupa que eu me sinta bem. Wij dragen in Nederland vooral dagelijks kleren, maar gothics dragen ook vooral zwarte kleren. En nerds die hebben vaak een bril op en bretels aan. En je hebt ook trendy kleren en dat zijn hele nieuwe kleren en ook veel merken. En kaks hebben ook vooral hele dure en ja, mooie kleren. Zelf heb ik ook vaak een shirt aan en een broek. En soms ook een rokje. Você gosta de moda, de fashion? Não. Não. Prefiro ter meu estilo próprio. Você pode descrever o seu estilo? Meu estilo é muito básico. A calça jeans, a camisa que eu goste, um tênis social. Ou então tênis de esporte, dependendo da ocasião, do lugar que eu vá. Eu krijg mijn kleren soms van mijn nichten, maar meestal gewoon nieuw. Ik koop liever de kleuren die me goed staan. En ik hou ook heel veel van stoere kleren. En dan ga ik meestal naar de Cool Cat of naar de Primark. Dus ik shop het liefst ik koop liever kleren in de stad. Maar in het dorp is het ook bij de H&M bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Dus dat maakt me verder niet zo heel erg veel uit. Ja, ik heb zelf wel een smaak. Dus ik ga bijvoorbeeld als mijn moeder iets lelijk ziet, dan zeg ik dat ook wel. Niet dat ik het de dag daarna al ga dragen. Want als ik trek niet iets aan wat ik niet fijn vind of mooi. Ik koop ook wel eens kleren online. En dan doe ik dat meestal bij glitch.com. Of bij de Scalando en dat soort dingen. Você acha sua aparência importante para você? Isso significa muito para você? Não para mim, mas questão de sociedade. Mas para se quiser um emprego bom, tem que ter uma aparência boa, uns aspecto legal. Não ser aquela pessoa desleixada. Para seus amigos? Não, os amigos não. Eles são amigos. E o que você quer dizer com eles? Eles são amigos? Ah, para eles, eu vou ser sempre o Fábio. Eles gostam de mim pelo que eu sou, não pelo modo de eu me vestir. Wij dragen op speciale gelegenheden speciale kleren, zoals bij Sinterklaas. Een Pietenpak of een Sinterklaaspak. En met carnaval dragen we een raar pak, meestal. En op een trouwerij dragen we zwarte of witte kleren. Dit was welke kleren wij in Nederland dragen. Doei!